Waarom heb ze zich aangemeld voor Miss Oktober 2016? Het leek me gewoon een superleuke uitdaging. En ik keek daar zo naar uit om gewoon alles van begin tot het einde mee te maken. En ja, dat droomde ik nu gewoon uit om alles eens mee te maken en in het middelpunt te staan. En ja, het leek me echt superleuk. Hoeveel moeite heb ze ervoor moeten doen om Miss Oktober 2016 te winnen? Ik heb vorig jaar metgedaan met de Facebook-actie wat via Uit Magazine geheet. En daar heb ik me voor aangemeld. Het wordt het helaas niet geworden. En dit jaar heb ik het weer gedaan. Dan moest ik via Facebook aanmelden. Ik kreeg een officieel gesprek. En ja, daarna wordt bekendgemaakt of ze 12 of 9 was geworden. Maar wat verwacht je van het Oktoberfeest 2016? Ik wil er gewoon een ontzettend leuk, gezellig feest van maken. En dat iedereen samen kent genieten van dit feest. En voor iedereen dit jaar zijn heel veel nieuwe dingen bijgekomen. Ook voor ouderen, gehandicapten en zo. En dat vind ik gewoon heel belangrijk, dat ook die gewoon een leuk feestje kunnen hebben. Zijn er nog favoriete bands dit jaar? Was er van denk, daar stond ik nu echt op te wachten? Ja, Domstoemer is toch wel een van mijn favorieten. En Brinkstablief, die zitten gewoon in mijn hart. Die zijn gewoon geweldig. Domstoemer voor Mickey of voor de Domstoemer? Nee, voor de Domstoemer. Favoriete nummer, wat ze zei is van, dat is nu echt een wieze song van het Oktoberfeest. Mijn lievelingssong is op dit moment Spring en Span en Weer zijn Spitsen met Hey Derendal, Hey Meidje. En dat wordt de knaller van dit jaar.